Ik heb gewoon voor het eerst een eigen uitvinding gedaan. Ik heb van deze tape recorder een apparaat gemaakt die letterlijk gewoon portofoons kan ontvangen op een andere frequentie. Of gewoon een andere soort portofoon of walkie-talkie wat je op mij hebt. Eigenlijk heb ik dus gewoon een apparaat gemaakt die dit kan ontvangen. Normaal kun je niet even met een walkie-talkie alles ontvangen, maar met dit apparaatje wel. Want ik heb een hele antenne. Helemaal naar het plafond, helemaal weer terug hier naartoe. Waardoor ik het beste resultaat heb. En je hoeft maar eigenlijk één walkie-talkie of portofoon te hebben. Maakt niet uit welke. Om het zeg maar het inbrengst te hebben. Want deze die doet eigenlijk niks meer. Wat eigenlijk deze doet, is het een signaal inbrengen. Voor de rest doet alles deze. Alleen je kunt er niet meer doorheen terugpraten. Dus dat moet je nog wel via dit doen. Het is een beetje ingewikkeld uit te leggen. Maar even simpel uitgelegd. Ik kan gewoon nu eigenlijk alles ontvangen wat ik wil. Ik heb deze als de proefkonijn. Dit is de portofoon, hetzelfde trouwens, maar ik heb hem op een andere frequentie. Ik zal eens laten zien. Ik heb hem dus op 2. En deze ga ik even op 1 doen. Ik weet niet waar ik hem nu op heb. 3, op 1. En deze stond op 2. Dus normaal, als je dat op een walkie-talkie portofoon hebt, kun je elkaar niet ontvangen, want je hebt een andere zender gedaan. En ja, dat kan gewoon niet. Maar door dit apparaat kan het nu wel. Dat heb ik dus voor gemaakt. Dus ik doe ook hele aansluiting en zo. En normaal kun je ook niet zo met deze walkie-talkie een compleet andere ontvangen. Die misschien nog beter is. En misschien niet deze kan ontvangen. Of ja, deze, je weet wat ik bedoel. Dus ja, ingewikkeld uit te leggen allemaal. Maar ik heb het dus zo gemaakt dat het wel kan allemaal. Dat laat ik nu zien. Alleen, als ik hem wil gebruiken, moet ik deze knop ingedrukt houden. Wil ik wat kunnen ontvangen, want zo heb ik het systeem gemaakt. Dus ik moet 2 hangen tegelijk gebruiken, want dit is namelijk de proefding. Dus ja, ik laat het nu even zien. Ik ben benieuwd of hij hem kan ontvangen, de machine. Hij staat daar, maar ja, ik doe het even zo. Ik moet 2 handen tegelijk gebruiken, omdat ik ook nog de knop moet indrukken. Dus wat ik nu ga doen, is testen of het ook echt werkt. Dus, ik doe de machine aan, dat gaat een rotgeluid geven, zoals het koffiezetapparaat.